Uit protest tegen het stikstofbeleid van de provincie Noord-Holland willen de boeren in Noord-Holland zich gaan aansluiten bij de provincie Friesland die het stikstofbeleid wel van tafel heeft geschoven. Vanochtend kwamen een groepje boeren uit Medemblik naar het kasteel om daar uit protest de Friese vlag te hijsen. We staan hier bij het kasteel Radboud. Wat gaat er vanochtend gebeuren? Ja, we gaan hier de Friese vlag hijsen. Want zoals je weet is kasteel Radboud, Radboud was koning van de Friese. Dit is ook een berucht. Hier werden de West-Friese altijd onderdrukt. In 1572 zijn hier ook de Friese het land uitgewerkt. Maar dit is nu iets dat ze weer samen te brengen. Zodat ze met elkaar weer een vuist kunnen maken. En met elkaar niet laten onderdrukken, maar een vuist maken tegen de overheid. En jullie gaan straks ook richting de Afsluitdijk om de Friese te onderhalen? Ja, dat klopt. En dan gaan jullie samen met hun naar Haarlem? Of blijven jullie halverwege hangen? Dat weet ik niet. Het is een gedeelte die waarschijnlijk doorgaat en een gedeelte die daar blijft hangen. En om even na 9 uur was het dan eindelijk zover. De Friese vlag gaat in top bij kasteel Radboud uit protest tegen het stikstofbeleid van de provincie Noord-Holland. En dan ga jij trekken. En dan moet het goed komen. Jazeker. Zet jij hem in, Kees? Wij volgen wel. Dat zou een blamage wezen. Dat weten we allemaal. Dus weet het zelf even, want het is al later. Oh, ja. Goedemorgen. Hoi, Piet. Mooi toch? Friesland poppen. Zo, ja.